Nee, maar dit wil ik even niet. Vinden jullie dat goed? Ja. Yo mensen, mijn naam is Erik da Silva en welkom bij een nieuwe aflevering van De Laatste Takkie. Vandaag zijn we in Amsterdam en gaan we koppels hun telefoon laten switchen en gaan we kijken of ze loyaal zijn. Denk jij dat ze loyaal zijn? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is, vergeet niet te abonneren en laat alvast een like achter. En laten we nu meteen van start gaan. Let's go! Ik ben met een nieuwe koppel. Ik ben hier met... Levin. En met... Cheyenne. Oké, kunnen jullie even dichterbij komen? Oké, ik heb een vraag. Hoe lang hebben jullie al een relatie? Bijna een jaartje. Ja. Jaatje, oké. En hoe verloopt de relatie volgens jou? Goed hoor, clean. Ja, en volgens jou? Vlekkeloos. Oké, zijn jullie loyaal naar elkaar toe? Ja, moet toch? Ben jij loyaal naar hem? Ja. Oké, wat we dus gaan doen is, we gaan een soort spel doen en jullie gaan eigenlijk elkaars DM controleren, 60 seconden. Ja, is goed. Oké. Ja? Oké, let's go. We beginnen met jou. En jij mag haar DM controleren. Ja, laten we naar Insta gaan. Oké, eerlijk bro. Ben je zenuwachtig? Nee man. Oké, let's go. Mag ik hier even kijken? D. Ik weet niet wie dit. Wie is dat? Dat is een oude klasgenoot van mij en een vriend van mijn kennis. What do you mean by that? Die heeft al gezegd dat jij bij KC werkt. Ja, die kent mij waarschijnlijk ook. Maar ik hem niet, maar is goed. Iedereen kent mij. Oké, wacht even. Hi, ken ik jou? Geen idee. Waar kom je vandaan? Ze zegt waar ze vandaan komt. Oh, ik ook. Ah, oké. Ken je Tim? Ja, tuurlijk. Te goed. Ik ken hem ook. Ken je Carlo? Ja, mijn ouders ben zijn broertje. Hoe wist je dat? Oh, dat ik Tim ken. Ja, ik ken staat hem. Als profiel bekijken. Oké. Hoe oud... Oh, waarom? Hoe oud ben je? Zegt leeftijd. Oh, oké. Heb je foto van jezelf? Maar jullie kennen toch elkaar van werk? Wie? D. Nee. Wait a minute. Dat is een van oude basisschool. Ik heb met hem in de klas gezeten. Maar hij zegt, heb je een foto van jezelf? Ja, ik heb hem niet gegeven. Hoogtepunten. Ja, hoogtepunten. Ga niet. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Oké. We gaan door. Ja, hij werkt bij KFC. Ja, zeker waar. Oké. Weet je, we laten deze voor wat het is. Ja. We gaan nu on to the next. Appie, ken je hem? Waar staat hij? Hier. Appie, ik weet niet man. Oké. Hij heeft al gezegd, ik wens jullie veel geluk samen. Joep. Oh. Weet jij wie Joep is? Ja, die heb ik verteld aan hem. Hij dacht dat ik hem leuk vind, maar hij is echt gewoon no-go. En hij komt ook ver van mij vandaan. En hij wou opeens contact hebben toen ik met hem kreeg. Ja. Hij is echt niet goed hoor. Oké, nu gaan we over naar jouw DM. Oké, je bent safe, je bent goedgekeurd. We gaan over naar jou. Oké. Wie is Stella? Huh? Stella, oude klasgenoot. Wie is zeker? Ja. Oké. Ja, ik weet wel, maar... Ja, ik heb wel verteld haar. Oké, we gaan hier beginnen gewoon. Hoe gaat het met jou? Ja, rustig aan hoor. Ik ga rijk worden binnenkort. Ik ga niks vertellen. Was je toch al? Oké. Als je het ziet, Stella, niet MDM om aandacht te vragen. Dankjewel. Ik ben hier met? Jari. Jari en met? Bente. Oké. Hoe lang hebben jullie al een relatie? Bijna 3 jaar. Oké, en zijn jullie tevreden met die relatie? Zeker weten. Oké. Ik heb een vraag. Hoe loyaal is jouw partner? Hoe loyaal is Jari? 100%. En hoe loyaal is jouw vriendin? 100%. Oké, ik ben nu bezig met een korte spel. We gaan eigenlijk, want jullie zijn een koppel, gewoon 60 seconden een telefoonswitch. En ja, eigenlijk kijken of jullie loyaal naar elkaar toe zijn. Vinden jullie dat goed? Ja, is goed. Prima. Oké, let's go. We gaan beginnen met jou. Dus jij gaat in Jari's DM kijken. Oké. Ik heb een rare voorgevoel dat deze man vreemd gaat. Maar nu dat je toch kijkt, vergeet natuurlijk niet te abonneren. We zitten bijna op de 10.000 abonnees en laat een like achter. Ik wacht eventjes totdat je bent geabonneerd. Oké, laten we nu verder gaan met de video. Veel kijkers. Klopt, hè? Kan je je schermopname aandoen, zodat de mensen thuis mee kunnen kijken? Maar ik demp gewoon sowieso alles. Ik blur alles. Nee, man. Hoe loyaal is Jari? 100%. En zijn jullie tevreden met die relatie? Zeker weten. Vinden jullie dat goed? Ja, ik blur alles. Nee, man. Oh,
Nee, maar ik bedoel alles gewoon. Nee, maar er is niks bijzonders wat tussen staat. Oh, nee, maar... Ja, maar als er niks bijzonders... Ik hoef geen privégesprekken hebben die... What do you mean by that? Why you always lying? Ik ben hier met... Timo. Timo en? Roos. Roos. Oké, Timo en Roos. Jullie hebben jullie een relatie? Ja, man. Oké, hoe lang? Drie maandjes. Nog niet zo lang. Weet je zeker? Ja, zeker. Oké. Ik heb een vraag. Hoe loyaal is jouw vriend naar jou toe? Heel loyaal. En hoe loyaal is jouw vriendin naar jou toe? Heel loyaal. Oké, we gaan een spelletje eigenlijk doen. En dat is... we gaan de telefoon switchen 60 seconden en jullie mogen in elkaars DM. Om te kijken of jullie loyaal genoeg naar elkaar toe zijn. Lijkt je dat een goed plan? Ja. Oké. Okay. We gaan beginnen met jou. En jij mag in jouw vriend's DM als eerst. Oh, bij hem? Ja. Oké. Okay. Laten we beginnen. Oké, wie is Indy? Oh, hell no! Vriendin van mij. Ken je Indy ook? Ja. Oké, we klikken eventjes op de naam Indy. Oké. Oké. Ja. Oké. Ken jij Indy? Ja, oprecht. Oké, ik ben van 12 tot 6. Wacht, even kijken, is de DM lang? Oh nee, is ja, echt volgens mij. Oké. Maar die 6 seconden zijn om, denk ik hoor. Nee, het gaat nu beginnen. Want we... Oké, doet jouw snappet al gewoon, ik zie mijn vriendinnen minder enzovoort. Nee, nog niet bij jou, dat is wel kut. Nee, ook niet, het boeit me niet veel eigenlijk. Dan is het toch niet echt een nadeel. Wow, je komt dichtbij. Heb je trust issues? Nee man. Oké. Dan is het toch niet echt een nadeel, beetje, maar ook leuk hoor, een relatie. Ach ja, als je gewoon blij bent met je relatie, heb je dat wel voor over, denk ik. Jazeker, hier stopt het gesprek. Oké, die snap moet gefixt worden. Welke snap, van haar of? Nee man, was storing bij snap toch? Oh zo. Oké, maar Indy is gewoon je vriendin? Ja man. Hoe kennen jullie elkaar? Via vrienden. Klopt dat? Ik denk het wel, pas wel. Oké, on to the next. Even kijken, wie is Maaike? Is niks. Wat zei? Is niks man, is gewoon vriendin. Haar vriendin. Mijn vriendin. Gewoon vrienden. Kijk, en dat zijn wij gewoon samen, hè? Oké. Nee, even de bevestiging dat jullie daar samen zijn. Ja, dan zijn we samen. Oké. Netjes. Oké, wie is Carlijn? Iemand van school, man. En Triani? Ook iemand van school. Indy ook? Nee man, zit op andere school. Wil school? Oké, wil school. Oké, ik ga eentje aanklikken. Even kijken. Oké, heb je gezien bij Nick? Nee, vertelde die, laat zien. Laat me je foto sturen via Snap. Wacht, ik voeg wel snel. Nick wordt dan niet boos, toch? Vind je het niet erg als je vriend bijvoorbeeld een dame voegt op Snapchat? Nou, voegen hoeft niet. Maar wie die heeft, prima joh. Ik ken ze, dus is niet erg. Dus deze geval vind je niet erg? Nee. Zeker? Ja. Kijk de camera aan en zeg dat je het niet erg vindt. Ja, is niet erg. Oké. Okay. Ja, 6 seconden bij je. Ja, oké. Okay. Oké, je wil niet meer kijken. Oké. Ik vertrouw hem gewoon. Oké, nu gaan we switchen naar jouw telefoon, naar die van hem. Is dat goed? Ja hoor, prima. Oké. Hij mag het even vasthouden. Vind je dat goed? Oké. Schermopname. Ja, kan je schermopname? Ja. Zo ja. Oké, top. Oké, dan gaan we kijken. Wie is Timo? Ben ik. Dat is wij. Oké. Oh, sorry. Oh, nee. Oké, we gaan naar Willem. Ken je Willem? Ja. Wie is Willem? Ook een vriend van hem. Oké. Vind je het erg dat jouw vriendin met een vriend van jou DM? Nee man. Oké. Nee. Oké, als je het niet erg vindt, dan kunnen we die laten. Oké, Marco. Wat is dit allemaal, joh? Wat is dit allemaal, joh? Ja, dat is de arena. Oh. Ja, wat is dit dan? Ja, dat is toch plaats van de arena, joh? Ah, oké. Oké, dan was je niet echt zo... Oh, je wilt het al... Oké, we gaan... Skip dat, man. Wat zei je? Skip dat, man. Oké, wie is Yuri? Nee, maar dit wil ik even niet.
Dus december hoeft no. niet. Lang geleden. Ga verder. Oké. Wat? Skip dat, man. Skip dat maar dan. Oké, skip dat. Oké, we laten het hierbij. Hoe vonden jullie het gaaf? Vind jij dat jouw vriendje loyaal naar jou toe is? Ja, tuurlijk. Ja? En vind jij dat jouw vriendin loyaal naar jou is? Ja, man. Kijk de camera aan en zeg ik vind dat ze loyaal is. Stop the cap. Nou, dank jullie wel voor het meedoen. Ik was hier met... Timo. En met... Roos. Geef elkaar even een knuffel. Dit was het dan. We hebben de koppels getest in Amsterdam. Laat even weten in de reactie of jij ze loyaal vond of niet. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Want veel mensen kijken zoals ik eerder zei, maar zijn niet geabonneerd. Welke stad is next? Laat het weten in de comment. Miauw. Dat is toch wel de laatste takkie.